Sep! Om nu het koffermodel te zijn is al heel bijzonder in eigen stad. Ja, erg leuk altijd. Marije van Hunestein, het gezicht van de NK Atletiek in Apeldoorn aankomend weekend. De 23-jarige Apeldoornse traint zich suf om zich te tonen voor eigen publiek. Ik vind het ook wel leuk om dat in eigen stad te kunnen laten zien. Hopelijk dat misschien nog weer wat mensen ook komen kijken. Dat zou natuurlijk leuk zijn voor de sfeer. Maar ze is er zaterdag natuurlijk niet alleen om gedag te zeggen tegen vrienden en familie. Alles moet kloppen, zodat ze met de beste kan meestrijden om de titel op de 60 meter sprint. En ze is in vorm, zo bleek vorig weekend tijdens een wedstrijd in Duitsland. Ik mocht opeens meedoen in een wedstrijd in Karlsruhe, een hele grote wedstrijd. Dus dat was wel heel gaaf om aan mee te doen. En ik had 3 jaar geen indoor wedstrijd kunnen lopen, dus ik hoopte al wel op een PR. Maar ik liep ook echt een dik PR, dus dat is wel heel goed om mee te beginnen. Ja. En het moet allemaal nog beter gaan worden. Misschien wel om ooit naar het niveau te gaan van de Oosterbeekse sprinttopper Daphne Schippers. Dat niveau dat is wel voor weinigen weggelegd. Dus ik verwacht daar niet dat Marije dat gaat doen. Ik weet uit ervaring dat als ze maar blijven doorbouwen en geen gekke dingen gebeuren in de tussentijd, dat er hele bijzondere dingen uit kunnen komen. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig naar wat dat, als we de heel houden, hoe dat in de komende jaren gaat. Want ze blijft, het is bijna per week, per maand dat ze vooruit blijft gaan. En dat moet dan zaterdag op de NK te zien zijn. Misschien volgt er dan wel een Apeldoornse medaille. We zitten met een paar meiden die gewoon allemaal dicht bij elkaar zitten. En het sprintniveau bij de vrouwen in Nederland is gewoon erg hoog. En het is gewoon natuurlijk een hele eer dat je daar al bij mee mag doen. En ik ga het ze wel een beetje lastig maken.